De veerboot Kanawaima, die de verbinding tussen Suriname en Guyana onderhoudt, wordt vanaf morgen uit de vaart gehaald. Hierdoor kunnen reizigers van en naar Suriname tot en met 14 januari geen gebruik maken van de diensten van de Kanawaima Management Company. De veerboot moet al geruime tijd dringend gerepareerd worden. Dit bevestigt minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie tegenover onze nieuwsdienst. De reparatie van de boot zal Suriname ruim $200.000 kosten, zegt Livia Pelswijk, lid van de Raad van Commissarissen bij het bedrijf. Ze zegt verder dat vooral Guyanezen gebruik maken van de diensten van deze veerboot. Per reiziger verdient Suriname $30 aan één retourticket.